Er stapt nou net een machine, maar daar gaan we zo naartoe. Hoe lang bent u bij de textielfabriek? Ik ben bij Wisselink de komende februari 40 jaar. Lustrum. 15 februari is dus de jubileumdatum. Ik ben dus begonnen in Enschede. Ik heb eerst 10 jaar in Enschede gewerkt. En 30 jaar zit ik nu in Aalten. Iemand die helemaal niet weet wat het woord textiel betekent, wat zeg je dan? Wat is textiel? Textiel is natuurlijk een zeer veelomvattend geheel. Textiel gebruik je om bijvoorbeeld je te kleden, maar ook om je mooi te maken. Of om je te beschermen bij de nieuwe technieken die dus overal in de wereld gebruikt worden en toegepast worden. Deze fabriek die in Aalten staat, die heeft iets te maken met de firma Driessen van vroeger. Ja. Vertel eens in welke hoedanigheid. Nou, ik zal dus een beetje bij het begin beginnen. En dat is dus dat in Enschede was dus de firma Wisselink gevestigd. Een familiebedrijf, ja. Waarvan ook de aandelen zo'n beetje in de familie verbleven. Het bedrijf had uitbreidingsneigingen, maar onvoldoende financiële middelen. In Almelo was de toenmalige stoomsmederij Twente. Stoomsmederij Twente was toeleverancier van Wisselink en had dus belang bij toch wel een basisbedrijf waar dus een gedeelte van hun omzet dus wekelijks gesleten kon worden. Het is dan ook zo geweest dat in 1957 de stoomsmederij Twente Wisselink heeft overgenomen en verder is gegaan dus ieder onder eigen naam. In 1960 heeft deze combinatie de gebroeders Driessen overgenomen in Aalten. Daarvan is de Wisselink gedeelte, het weervrij gedeelte dus, ook Wisselink gaan heten. En het tricotage gedeelte is dus na de tijd onder de naam gebroeders Driessen te zijn doorgegaan, overgegaan in Koala. We zijn nu, dat is ook in Aalten, Koala. In Aalten. Het is zo dat wij in 1981 door wat problemen met milieu moeilijkheden, we veroorzaken nog wel wat trillingen, nog wel wat lawaai, maar hoofdzaken was toch de trillingen. Dus gedwongen zijn overgeplaatst naar het industrieterrein. En op dat moment is er ook een splitsing plaatsgevonden tussen Koala en Wisselink. Wat is nog het huidige textielgebeuren in Aalten? Dus er is nog wat meer textielgebeuren in Aalten. We kennen dus de Garenveredeling, de vroegere bedrijf van Martin. Ja. En van Agaven, dat heet dan nu Garenveredeling Aalten. En we kennen onder andere nog het tapijtfabriek in de Kaper, wat nog ook onder de textielindustrie valt. En het confectiebedrijf van Wezel in Bredevoort. Dus er is veel, hè? Eigenlijk toch nog hartstikke relatief veel. Er is relatief veel. Als ik dit vergelijk bij Enschede, waar vroeger dus het hart van de textiel bomste, is dat nu toch wel Achterhoek. Ja. Met Winterswijk en Aalten ligt ervoor. Ik loop even naar iemand die naast je staat. Ja. Ik kom zo nog even terug. Ja. Kom even aan deze kant staan. Heer Prinsen. Ja. In het zonnetje, uit Aalten. Uit Aalten, ja. Uit Aalten. Je doet dat even in het plat. Je hebt al 47 jaar lang in het textiel gebeuren. Ja hoor. Over brood verdiend. Ja. Ik heb begrepen straks even, in het begin heel armoedig, toch wel. Ja, ja. Hoeveel verdiende je zo in 1940? Nou, dat liep zo tussen twee gulden tot een riksdaalder per week. In de 48 uur. En dan hebben we het over 1940. 1940, ja. En je was, eerst moet je als dweven leerde niet 8 weken om te leren. En als je dan geschikt was en er waren machines vrij, dan kon je aan het weven. Of 2 machines. Dat werd later, als je voor slagen weven, werd uitgebreid tot 8 machines. Even ter vergelijking, wat kostte toen een pakje sigaretten? Nou, ik dacht dat het zo'n beetje om 15 cent liep. 15 cent? 15 cent. De 20. Dan moet je zinnig aan doen. Ja, ja. Wat is dit voor een ding? Dit is een... Loop eens iets op zien. Dit is een scheermachine. Ja. Hier worden allemaal van de koon wordt er een boom gemaakt die bestemd moet zijn voor de weverij. Deze boom die gaat van hier eerst naar de sterkmachine toe. Daar wordt er een soort filmlaag aangemaakt, dat is voor het garen sterker en soepel te maken. En dan gaat hij naar de weverij om voor het proces van maar het weven. Deze is op het moment vol, hè? Deze is vol, ja. En dat komt zo, die wordt hier weggehaald. Gaat tegenwoordig allemaal automatisch. Dat wil ik even zien, dat wil ik even zien. Ja. Kom even opzij. Dat moest je vroeger met de hand doen? Dat werd vroeger allemaal met de hand gedaan. Ja, en ook in de weverij, die bomen werden ook met de hand erin gelegd. Zo. Dat moest een wever zelf doen. Daar kun je spierballen van? Ja, daar kan je zeker spierballen van. En een slechte rug natuurlijk. En een slechte rug. Ja, ja. Maar dat gaat tegenwoordig, heeft dat de wever ook niet meer nodig. Want die worden er allemaal
ingelegd en die kun je zien niet. Daar hebben ze allemaal machines voor en apparatuur voor. Dat gaat heel makkelijk tegenwoordig. Kijk, want vroeger deden ze als meisjes deden zo'n werk niet, maar die doen dat tegenwoordig ook en die kunnen dat ook heel makkelijk. Alleen zelfs? Alleen, ja. Beetje weemoed of niet? Nee, weemoed niet. Nou, ik heb het altijd graag gedaan hoor. Want ze hebben best tegen me gezegd niet, ik snap niet dat je zo lang bij één bedrijf bent, maar ik vind als een bedrijf wat mij betreft goed is, nou waarom zou ik naar een ander gaan? Je kunt hier ook een hele hoop leren, een hele hoop zelfs. Maar textiel is iets meer dan naald en draad. Dat zien we hier. Ja, ja, ja. Vooral tegenwoordig moet je technisch goed onderlegd zijn. Vroeger ging het vaak op praktijk gericht, maar tegenwoordig is het theoretisch en ook een goede kennis van elektronica enzovoort enzovoort. Die familie Driessen, waren dat aardige werkgevers of niet? Die u had. Welke was dat van de Driessen familie? Toen ik in 40 bij Driessen kwam, was meneer Rierink was directeur. Dus het was al geen Driessen meer. Oh, toen was het niet meer nou? Nee. Het was al geen Driessen meer. Nee. Dus maar in wat van jaartal had dat helemaal precies overgenomen is dat weer. En dan had je meneer Visser, die had later een textielbedrijf in Doesburg. Hm. Als ik goed heb, was dat de Aaltense Textielfederatie. Die had een bedrijfje in de Dijkstraat. Ik moet even onderbreken, ik moet even naar die machine toe. Vind je dat niet link, juffrouw, zo met de voeten ertussen? Nee hoor, als je maar heel goed oppast dat je ze niet onder krijgt. Nee. Oppassen voor het voetje. Ja. Wat gaan we nou doen? Er zit een nieuwe rol op. Je hebt nu net het wisselen meegemaakt van een scheerboom. De scheerboom is dus de start van het opzetten van het kettinggedeelte van het weefsel. Een weefsel bestaat dus uit een ketting en een inslagdraad, of een aantal kettingen en een aantal inslagdraden. En dus een scheerboom is een deel van het kettinggaren. Op zo'n scheerboom vinden we ongeveer 650 draden naast elkaar. Dat zien we nou, hè, die dat draden. Zien we nu, die draadjes die hier naast elkaar. Allemaal naast elkaar. Dus eigenlijk die komen vanaf die rollen. Die komen vanaf de cones. En voor een weefsel hebben we bijvoorbeeld nodig 6500 draden. En dat betekent dus dat we niet in deze machine deze 6500 draden kunnen maken. Want anders stonden we ergens daar vooraan bij de Dinxperlose straat. We gaan dus een aantal deelbomen produceren. En die gaan we op de sterkmachine. Dat is de machine wat de volgende fase is van de hele voorbereiding. Gaan we die koppelen. We gaan op die sterkmachine ook het garen wat zeg maar apparateren, wat sterker maken. Dat het garen weefbaar wordt, want het heeft nog wel wat spanningen te verwerken in die weverij. En in die sterkerij wordt dus tevens het garen weer netjes los van elkaar, elk draadje los van elkaar, opgewikkeld op een weefboom. En deze weefboom komt dus achter de weefmachine. Wat is het uiteindelijke resultaat van zo'n klos, zeg maar? Heel eenvoudig gezegd. Wat gaat er nou mee gebeuren? Nu gaat hij naar de sterkerij. En dan? Is de volgende machine. En daarna? Daar wordt hij dus gecombineerd met een aantal andere scheerbomen. Ja. In dit geval zelfs 14. Gaat dan door een sterk materiaal om de zaak dus wat sterker te maken. Wordt dan gedroogd, wordt gesplitst en wordt opgewikkeld door de weefboom. En dat is dus eigenlijk het kettinggaren zodat het achter de weefmachine geplaatst wordt. En daar wordt later dus de inslag in gespeeld. En koop ik dat in de winkel? Dan is het mogelijk dat je dat eindproduct in de winkel koopt. Ja, maar daar gaat natuurlijk al wel heel wat meer aan vooraf. Voor kleding zul je toch moeten gaan ontsterken. Zul je toch moeten gaan verven. Zul je toch moeten gaan krukvrij maken of krukkenstellend maken. Maar voor tentdoek. Arbeidsintensief. Maar voor tentdoek moet je het bijvoorbeeld ook nog rond in schimmelwerend maken. En eventueel gaan koten. Ik moet er eigenlijk bij zeggen dat dus het tentdoek wat wij hier fabriceren, het KS202, een ongekoten 100% katoenen kwaliteit is van 300 gram. En toch waterdicht is. Dat is een specifiek product van Wisseling, KS202. En we hebben daar heel veel succes mee op de campingmarkt. Zo'n snelheid, hè? Ik kan me voorstellen dat meneer Prinsen denkt van nou. Vroeger moest dat... Nou, ik moet ook zeggen dat dus de snelheid van dit scheermachines... Dit is een machine die inmiddels dus ook al 15 jaar oud is. Maar de snelheid van de scheermachine was vroeger zeg maar 300 meter. Deze machine loopt dan 600, 700 meter. En de nieuwe machines lopen 1000 meter. Dus het gaat steeds sneller. En de machines het wisselen dus van de cones wordt dus ook steeds sneller gedaan. Nu moet het nog met de hand ingereden worden, uitgereden worden, met de hand geknoopt. Maar er bestaan al systemen waar je dus alleen het garen in hoeft te rijden en de machine zelf de knopen maakt.
En alleen het doorhalen dus door de... Maar je bent nog niet zo ver dat je zelf een overhemd maakt. Nog niet zo ver dat je zelf een overhemd maakt. Komen we daar nog eens een keer terug? Dan mag je nog rustig voor. Oké, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Tot ziens. Wat is dit voor een apparaat? Dit is een sterkmachine. Wat is dit zo'n ding? Hier wordt een filmlaag aangebracht aan het garen. Je hebt net gezien van het scheerraam. Komt het hier naartoe. Verschillende bomen. Hier wordt één boom van gemaakt. En hier wordt ook die filmlaag aangebracht. En die filmlaag is nodig, waarom? Voor de weverij, anders kun je het niet weven. Dat wordt veel te zacht. Dat gaat iedere keer gaat een draad stukken wat nou niet kan. Of niet kan. Minder kan. Ja. Minder kan. Fijn. Kort. Een hels lawaai. Het zijn wat behoorlijk wat decibels hier dus geproduceerd worden. Maar in vergelijking met de oude weverij, zoals toen het aan de Dijkstraat, waar we over de 100 decibel produceerden. Is dit niveau van 85, 86 toch wel redelijk acceptabel. Want het ministerie van Volksgezondheid legt onder andere de grens bij 80 decibel. Je bent dan wel verplicht in deze situatie de mensen dus gehoorbescherming ter beschikking te stellen. En dat gebeurt dus ook. Wat is dit? Wat zien we hier? Wat u net in die voorbereiding hebt gezien op die sterkmachine, dat is dus een weefboom. Dit is dus het kettinggaren. Het kettinggaren wordt dus, waarvan elk draadje los van elk ander is, door een veiligheid gehaald. Elke draad loopt door een veiligheidje. Wanneer er een draad breekt, stopt automatisch de weermachine. Anders ja, is dat dus... zo? Eén draadje? Ja, één draadje breekt, stopt automatisch de machine, maar anders zou er een weerfout ontstaan. Dan ontbreekt er namelijk een geheel. Dan gaat het door de hevels. Die zijn verbonden met een kammersysteem. Die zorgen voor de sprongvorming, om de binding vast te stellen. Dan lopen we nog door een weefriet en wordt de inslagdraad inmiddels doorgeschoten en aangesloten. Dus het is eigenlijk hetzelfde als het vlechtwerkje op de kleuterschool vroeger. Eén eroverheen, één eronderdoor, één eroverheen, onderdoor. Eén overheen, onderdoor. Deden de mensen dit vroeger thuis als extra huispleit? Dit gebeurde vroeger thuis op smallere machines natuurlijk. Op houten machines, met linnen garens en met getwijnde garens die zelf verdwijnd werden in huis. Maar het gebeurde gewoon thuis. Hij er nog één keer pot recht, stopt er dan? Ja, stopt die machine, ja. Wacht hè? Ik dat mag wel, ja, ik zal weer. Kapot, trek kapot. Oh jee, oh jee. Heb je die draad kapot gedaan? Hij maakt dan nog zijn schot waar hij mee bezig is. Dus een inslagdraad. Die overgeschoten wordt waar hij mee bezig is, maakt hij af en dan stopt de machine automatisch. Dan komt de taak van de wever is dan om deze draad te herstellen. Hallo! De draden worden aan elkaar geknoopt met een weversknoop, een speciale weversknoop. Misschien is het goed dat hij dat nog in beeld heeft. Maak je nou een aparte knoop? Ja, gewoon. Wevensknoop. Is het klaar? Tjaai. Ja, zo kan hij wel lopen. Hoeveel mensen... Je moet wel rekenen dat die wever dus een 20-tal machines heeft. En niet staat te wachten bij zijn machine dat ze daar terug gaat. De man heeft een ronde bediening, maakt daar tevens een kwaliteitscontrole. En repareert dus de draden die dus stuk zijn gegaan. Hoeveel mensen werken hier? In totaal werken bij Wisselijk Textielfabriek 130 mensen. Inclusief dus het kantoorpersoneel, inclusief directie, leiding. Ongeveer een 110 mensen op de werkvloer. We werken in een viervloersysteem. Dat betekent zondagavond 10 uur beginnen, tot zaterdagavond 10 uur. 144 uur per week. Heer Smit, hartelijk dank. Ik hou het niet langer op. Tot een andere keer. Dag. Spolen. Ja.
Met een kopst erin, ja, niet dat rood weer blauw, dat heeft hij zelf opgespoord. Maar normaal wordt hij opgespoord op een machine, op de weefmachine op zichzelf. Zit een... Maar even vooraan, hè. Dat is een katoenplant, die groeit ergens in Afrika. Ja, ja. En die komt naar Holland toe. Ja. En dan? Dat was als streng gemaakt. Ja. Het is allemaal plukken wat je hier ziet. Ja. Die worden uit elkaar gehaald. Ja. Van die, door elkaar, uit elkaar halen, die worden een strengel van gemaakt. En die strengel die wordt steeds dunner gemaakt. Die wordt steeds dunner gemaakt terwijl je ongeveer een dikte van een draad hebt. Dat wil zeggen niet dat hij verschillende nummers in. Je hebt wel van nummer 4 tot en met 30. Ja, en maar dat maakt niet uit, maar dan hebben we deze draad. Ja, dat wordt gewoon de dikte van de draad bepaald. En dan is dit klosje erom? Dan is deze die wat komt op de weefmachine, die loopt in de weefmachine, die wordt er automatisch ingeslagen. Ja. En vandaar totdat die bijna leeg is en dan heb je hier een reflexbandje. Hier zie je een opening. In die opening daar komt een elektrische voeler in, dus het werkt tegenwoordig allemaal elektrisch. En dan wordt die kopst die wat eruit geslagen en wat een andere voeler wordt weer opgezet. Die vallen dus, de ene valt eruit en de andere zit er alweer in. En als dat ding vol is, wat doen we er dan mee? Bedoel je als dit, nee, die loopt leeg. Als het magazijn vol is, ja, dan stopt die automatisch, maar de weefmachine blijft steeds doorlopen. En wat is dit, de volgende? Een rijgnaald, als een kettingdraadstuk is, wordt met deze naald wat die draad achtergeslagen en wordt door de kammen gehaald. Dus je pakt die draad achter de kam vast en dan rijgt hij hem zo naar voren. Wanneer je hebt 4-5 kam tot 20 kam wel en zelfs nog wel meer. En dan kun je ze zo met de hand niet in, dus daar is die rijgnaald. Wat is de volgende? Dit, dat is het kammetje, dat gebruiken ze tegenwoordig niet meer, want daar kon je vroeger, als je een gat geweven had of een miskot, kon je daarmee uithalen. Dus in het jaar 87 ben ik gestopt wegens bereiken van de futleeftijd. En nou is november 90? Ja. Geniet je van het leven? Ik geniet heel veel van het leven, want ik vind het ontzettend mooi. Ik vind het fijn dat je met Don hebt, bedankt. Tot je dienst. Adios. Graag gedaan.